Goedenavond, dames en heren. Welkom op Canvas Live. We gaan zo dadelijk naar Jaap Hiestand voor een verslag van het wielerklassieker weekend van de jongens uit Lochem. We gaan nu rechtstreeks over naar Jaap Hiestand. Jaap Hiestand, hoe gaat het? Maar wat vind je dat vandaag in een volgwagen? We gaan zo vooruit kijken hoe dat hier in de koers gaat. Want ik zou terugkijken naar een hele weekend en zo. Dat we vrijdag die proloog, zaterdag ten eerste een klimetappe. Maar wel, ik had dat zo niet gehouden wie dat weekend in de hoofd er als eerste over de meet kwam en zo. Hè. Maar wel, Sven, kun jij daar meer over vertellen? Nou, er waren 3 dagen vol verrassingen natuurlijk. Er waren mensen met meerdere kilometers in de benen. Maar degenen die natuurlijk minder kilometers gemaakt hadden, waren natuurlijk wel de frissere mannen onder ons. Oh, de frisse mannen onder ons en hadden zo als eerste die meet te pakken en zo. Hè. Dat vaatjes klimmersbenen, dat was wat meer voor een Freddy en voor een Jaapie. Maar ik moet dat zo samenvatten, dat ging zo heel goed met z'n vieren, hè? Oh, zeker, zeker. Gewoon kop over kop en iedereen deed zijn werk. En er heeft niemand een koers gestolen of zo. Dus, Maar ik had dat zo in de gaten, hè. Niemand had een koers gestolen en zo. Maar goed, daar werd zo wat gespeeld, had ik wel in de gaten, hè? Ja, en dan krijg je een dolletje zo tijdens een koers om het een beetje spannend te houden. En zo dan, tussen een sprint en zijn natuurlijk ook mooie zakcentjes voor thuis. Hè. Dus ook zeer belangrijk. Maar al die zakcentjes voor thuis, die werden zo heel proper gepakt en zo. Hè. Maar ik moet zo zeggen, Matthijs, de man met een groene trui, had altijd op de laatste de mee te pakken. Wat vind jij daarvan? Ja, hij verstopte zich natuurlijk gedurende de dag, maar ja, hij schuurde het werk natuurlijk ook niet. Hè. Dus, hij heeft niks gestolen, nee, dat niet. Oh, maar Matthijs had zo niks gestolen, ik had dat wel in de gaten, dat hij wel meer in petto had voor dat weekend en zo. Maar goed, jawel. Ik had zo gehoord dat Freddy Veldink en Jaap had zo in Mallorca getraind en zo. Hè. Wat vind jij daarvan, Sven? Nou, ik wil natuurlijk niet spreken van een koersvervalsing. Maar als je zo, kijk, in één team zo 2 heren alle 2 weken zo daarheen stuurt. Maar ik weet niet of dat helemaal de goede richtlijn van een ploeg is natuurlijk. Maar de goede richtlijnen van de ploeg, de mannen waren zo goed gesigneerd. En ik had dat wel in de gaten, dat gaat een mooi weekend worden. Hè. Een hoop gelachen, een hoop gelachen en gehuild, hè? Gehuild zeker van het lachen, ja. Ja, er waren dingen gebeurd. Zo zeggen we onder elkaar in het Nederlands. Wat in Duitsland gebeurt, blijft in Duitsland. Maar wel, dat hadden we allemaal zo in de gaten. Maar goed, ik moet zeggen, we hebben geen pech, geen mot onderweg. Wat is allemaal hartstikke proper verlopen, hè? Ja, niemand heeft met een kop over het asfalt geschuurd. Dus, dat is gewoon zeer schoon. Ja, zeer schoon. Dat verloop van de koers was proper, dat verloop van de koers was mooi. We kunnen het zo samenvatten dat de navigatie ons een goede weg had opgeleid en zo. We gaan nu weer vol in de achtervolging bij de kopmannen in volop voor in de koers.